Sommige landen hebben kinderbeschermingsstelsels waarbij ouders uit de ouderlijke macht worden gehaald vanwege verslaving of prostitutie of anderszins. In die landen bepaalt de overheid of iemand in aanmerking komt voor adoptie. Soms stemt een ouder daarmee in, maar het kan ook betekenen dat de ouder aangeeft daar niet mee in te willen stemmen. Volgens de regels van het Haagse kinderadoptieverdrag is de voogdij ligt bij de overheid. En als de overheid dan zegt, deze kinderen kunnen worden geadopteerd, telt eigenlijk de mening van de ouders niet meer. Ik vind dat wel een heftige. En dat is gewoon staande praktijk in sommige Zuid-Amerikaanse landen. Hoe ga je daarmee om? Ik wil dat nog wel eens even opnieuw bezien in het licht van deze discussie. Want wat zeg je tegen deze kinderen over 20 jaar als ze erachter komen dat ze weliswaar volgens de regels zijn geadopteerd, maar eigenlijk tegen de wil van de biologische ouders in?